Alexander, ben je teleurgesteld in je ploeg? Ben je boos op de scheidsrechter? Nee, teleurgesteld ben ik niet. Kijk, ik denk dat wij zelf hebben wel goed... Wij stonden goed, denk ik. En wij hebben niet zoveel weggegeven. Ja, zeker tot een bepaalde momenten krijgen we penalty. Ja, wat vond je van de penalty? Ja, wat vond jij? Geen penalty. Ja, ik denk dat... Heb je hem teruggezien? Ja, ik heb hem teruggezien. Kijk eens. Ik zeg altijd, dit soort teams hebben dit soort hulp niet nodig. Dit is een hele goede team. En als je dit soort penalties geeft... Ja, misschien moet ik ook als trainer roepen bepaalde dingen. Wat bedoel je? Omdat wij vorige week moesten we penalty krijgen tegen AZ. Moesten we rode krijgen tegen AZ. Dus jij bedoelt eigenlijk wat Roger Smit na afloop bij Vitesse? Misschien moet ik klagen. Maar wij zijn een hele nette ploeg. Wij klagen niet. Je hoort mij nooit over dit soort dingen. En wij worden bestraft elke week. Dus dat vind ik onbegrijpelijk. Als je dit soort penalty geeft, kom op. Hè. Ja. En ik wil ook duidelijk zijn. Wij hebben niet verloren door de penalty. Absoluut niet. Nee. Maar hier heb je een punt. Ja, maar dit vind ik wel... Ja. Het is wel een bepalende moment in de wedstrijd. Hier ben ik het helemaal met je eens. Ja. Ik denk dat we het een beetje oneens zijn over de felheid, de passie, de agressie van je ploeg. Tegen een ploeg die niet al te veel zin had om vandaag te spelen. Ja. En diep te gaan. Ja, met name dat. Kijk, we hadden wel bepaalde plan. En tot onze goal hebben we goed verdedigd. Alleen maar ja, dan verwacht je wel vervolgd. En wat was jullie bepaalde plan? Ja, wij moesten eigenlijk linies compact maken, omdat hun hebben heel veel kwaliteit met de spelers als Gutsen, als Iatare, als Malen, tussen de linies. Gutsen. En dat hebben we goed gedaan. Ja, Gutsen, geweldige speler, ja. Tuurlijk. Ja. En alleen maar als wij hadden de bal, daar waren we veel te slordig, vind ik. Met name in die eindpas, soms zie ik mensen dribbelen met de bal staat van de voet af. En dat is voor mij de slordigheid. Dat kan je niet permitteren tegen dit soort tegenstanders. Jullie hebben natuurlijk beperkte financiële middelen. Ik zeg het op eigen titel, je hebt een beperkte selectie. Je moet als trainer van ADO Den Haag bijna een tovenaar zijn. Ben jij een tovenaar? Ja, ik ben geen tovenaar. Je moet een tovenaar zijn om erin te blijven. Ja, soms zeg ik ook tegen mijn staf, misschien moet ik met de Gandalf-muts op de bank zitten. Omdat het zo het beperkt is. Ik kan zeggen, eerlijk gezegd, het is niet makkelijk. Het is absoluut niet makkelijk met zoveel nieuwe spelers en met name jonge spelers om draaiende machine te maken. Die er nog niet klaar voor zijn, bedoel je? Nee, sommigen zijn absoluut niet klaar voor en sommigen die klaar zijn, zijn niet fit. Je hebt het aangegeven wie je wilde. Heb jij iets gekregen wat je wilde? Ja, ik heb wel, denk ik, alles wat ik heb aangegeven, ik heb denk ik 2 spelers gekregen. En dat is veel te weinig? Kan je zo zeggen, ja. 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 Ik zeg het eigenlijk uit respect voor jou. Of ik vraag dit uit respect voor jou. Voor de wedstrijd hebben we eventjes over gehad. Ik heb het met de studio erover gehad. Dat het voor jou verschrikkelijk moeilijk werk is. Kan je aangeven waarom het zo moeilijk werk is? Want er zitten een paar mensen in je nek, hè? Ja, maar dat zijn jouw woorden. Kijk eens, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Maar ja, wat ik zei net, het is heel moeilijk omdat... Om ploeg vanuit nul te bouwen, het is niet makkelijk. En ik denk dat elke trainer weet dat. Met name als je hebt heel veel jongere spelers. En dat zijn allemaal spelers die hebben bijna nooit... Sommigen hebben niet eens betaald voetbal gespeeld. En dat wil ik niet klinken als excuus. Dat absoluut niet. Alleen maar ik weet dat die mensen die in mijn vak zitten weten... Dat vraagt heel veel van de trainer. Ja, je zegt net, het zijn jouw woorden, maar ik baseer het wel ergens op, Alexander. Ik hoor dat spelers van je houden en mensen die dicht bij jou zijn, die zeggen van... Hans, hij moet blijven, maar er worden spelletjes gespeeld. Dat is toch geen onzin wat ik zeg, hè? Nou ja, Hans, alles wat ik zeg nu is niet verstandig. Ik wil liever over de wedstrijd praten. Dan wens ik je heel veel succes en ik hoop dat ze niet winnen, dat je blijft. Dank je wel.